As Neil Samjawan, initiatiefnemer van het project Digitaal Implementatie Basisonderwijs Saramakka, heeft in voorbereiding op de GLOW-toets motivatiedagen georganiseerd. Het doel van dit project is leerlingen van de zesde klas middels digitale presentaties te motiveren. In de Bas Amadali-zaal te Groningen kregen de leerlingen informatie over hoe op een positieve manier om te gaan met het internet. Verder worden ook leerkrachten gestimuleerd om via digitale presentaties les te geven. Samjawan zegt dat de leerlingen de vakken geschiedenis en rekenen moeilijk begrijpen. Deze vakken krijgen daarom meer aandacht tijdens de motivatiedagen. Zoals we weten is de toets over 2 maandjes, minder dan 2 maanden zelf. En het traject is al begonnen. Dus ik heb dus alle toetskandidaten van Saramakka gepakt en een motivatiedag met hen gehouden. Maar de motivatiedag is ook tweeledig. Het eerste gedeelte is een motivatiesessie natuurlijk. En het tweede gedeelte krijgen ze ook educatieve websites te zien die zij kunnen gebruiken in voorbereiding op de toets. Ja, dat is het doel van dit initiatief. En hoe hebben de kinderen zelf erop gereageerd met zo'n initiatief? Ja, de studenten waren heel enthousiast omdat zij ook naar buiten de scholen gaan. En ook meer informatie krijgen over hoe zij positief kunnen omgaan met het internet. We hebben wel tips en tricks, dus we gaan over de websites heen. We hebben digitale presentaties, PowerPoint-presentaties, waar we studenten video's krijgen die zij kunnen gebruiken in de voorbereiding op de toets. En dat ook websites met tips en tricks en alles dat ze kunnen gebruiken. Dus je geeft aan, je hebt alle zesde klassers. Jawel. Het zijn 4 dagen in totaal. Gisteren was het de scholen van een soort Calcutta en Tijgerkriek. Vandaag zijn het de scholen van een soort Kampong Bahru en een soort Groningen. En dan donderdag is het een soort Yarikaba en vrijdag een soort Yarikaba dan weer. Daar heb ik alle toetskandidaten van Saramakka gepakt. Het is dat ik stapsgewijs het project wil lanceren. Eerst met de basisscholen, dan met de VOJ-scholen en VWO-scholen. De basisscholen, omdat ze visueel, zoals eerder gezegd, visueel de leerstof makkelijker opnemen. Dus het initiatief is ook tot stand gekomen met ondersteuning van de leerkrachten van onderwijsinspecteur mevrouw Matroos en Landolf. En ze hebben ideeën voorzien van hoe ik de studenten kan pakken met de website en met zulke sessies. En natuurlijk kregen de leerkrachten de website die zij vandaag te zien kregen ook meegestuurd, zodat ze het aan de leerlingen kunnen doorgeven en dat ze verder daarmee kunnen uitpluizen. Het project Digitaal Implementatie Basisonderwijs Saramakka speelt deels in op de duurzame ontwikkelingsdoelen nummer 4, Quality Education, oftewel kwaliteitsonderwijs. Door motivatiegesprekken worden de zesde klassers klaargestoomd voor de GLOW-toets die in juli wordt afgenomen. Janita Mukti-Misir, jeugdparlementariër van Wanica, die ook deel uitmaakt van het projectteam, sprak de leerlingen bemoedigend toe. Wat ik jullie wil meegeven is dat elk mens, jong of oud, problemen meemaakt in zijn of haar leven. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Maar dat moet juist een motivatie voor jullie allemaal zijn om je best te doen en om het ver te schoppen in de maatschappij. Want als jullie dat kunnen doen, dan kunnen jullie andere mensen helpen. Je kan pas andere mensen helpen wanneer jij jezelf sterk genoeg hebt gemaakt. Jeugdparlementariër Janita Mukti-Misir, die met deze motiverende woorden de leerlingen van enkele basisscholen in Saramakka heeft bemoedigd. Hiermee is de motivatiedag van het project Digitaal Implementatie Basisonderwijs Saramakka te Groningen afgesloten.